Hallo iedereen en welkom bij Vlogmas dag 4! Het is avond momenteel. Vandaag was de dag van mijn oma, haar begrafenis. Dus ik heb niks gefilmd vandaag. Het was een lange dag, een emotionele dag. Vermoeiend, maar ook zeer mooi. Het was echt heel, heel, heel mooi. Ik ben heel fier op de familie en de kinderen. De broers en de zussen van mijn papa. Hoe mooi dat ze dat hadden geregeld. De ceremonie was zo mooi en persoonlijk, want dat is niet vaak bij een begrafenis. En op het kerkhof ook, alles was heel mooi. De koffietafel was mooi, was leuk, leuke herinneringen opgehaald en zo. Dus dat is het belangrijkste natuurlijk. Ik heb mij net gedoucht, zoals je kunt zien. Al mijn make-up eraf gehaald. Ik zie redelijk wit in mijn gezicht, amai. Maar ja. Voordat ik naar de begrafenis ging, ik was onderweg naar de begrafenis, ik was net vertrokken, is mijn auto in pannen gevallen. Jawel. Mijn auto, mijn Ford Kuga, is in pannen gevallen op de autostrade. Ineens deed hij gewoon niks meer. En ik reed helemaal links. Er waren drie rijstroken. Ineens viel hij gewoon uit. Begon hij uit te bollen. Dus heb ik mij gelukkig nog aan de kant kunnen zetten. Er was geen pechstrook. Maar wel zo ineens een inhammeke. Dus ik was juist op tijd aan dat inhammeke. Heb ik mij daar kunnen zetten. Oh. En ja, ik moest naar de begrafenis. Dus had ik Celine gebeld. Want Celine en ik kwamen naar de begrafenis. En ik zei, kunnen jullie me komen halen nu al? En ze zeiden, ja, is goed. We vertrekken en dan komen we al. En dan hebben die mij opgepikt aan de pechstrook. Heeft mijn auto daar de hele tijd gestaan. En tegen de avond, denk ik, is de politie die komen wegslepen. Politie, zo de sleepdienst die de politie regelt. Ik weet het niet, want op de autostrade mogen we blijkbaar niet zelf een sleepdienst regelen. Een of andere regel. Dus die komen wegslepen en dan hebben die naar mijn ouders en thuis gebracht. Dat heb ik trouwens gefilmd, ik zal dat nu invoegen. Die man doet dat alleen. Ja, dat kan ik zo. Dus zoals jullie kunnen zien, is mijn auto nu bij mijn ouders en thuis. Nu moet ik rijden met de auto van mijn zus even tot het weekend. En dan zien, ik weet het nog niet, wat ik ga doen. Maar mijn auto is op. Voor degenen die het herinneren, heb ik in, ik denk april of zo, of mei, ik weet het niet meer juist, heb ik een accident gehad met mijn auto, waardoor de motorkap zoveel open stond. Ik gok dat het om een of andere reden daar iets mee te maken heeft. Maar mijn auto is gewoon op. Hij is bijna 12 jaar en ik heb er al zoveel stukken aan gehad, zoveel problemen mee gehad. Dus ik ben niet van zin om hem te laten maken en om hem terug te gebruiken. Maar ik ben van zin om hem door een opkoper of zo te laten kopen. We zullen zien. Daar ga ik even vandaag niet aan denken, want de dag is sowieso al lang genoeg geweest. Ik ga nu slapen, maar ik ga jullie wel morgen meenemen verder in deze vlog. Maar ik wou toch even vertellen hoe mijn dag vandaag was gegaan, aangezien dat ik niet had gevlogd. Maar over het algemeen heb ik een heel goed gevoel bij vandaag. Het was echt, echt, echt mooi. Een heel mooi afscheid en heel droevig ook bij momenten, maar ook heel mooi. Dus daar trek ik me echt aan op. En ik ben blij dat we oma zo hebben kunnen vieren. Oké, slaap wel iedereen en tot morgen. We zijn aangekomen in Antwerpen. Hey guys. We zijn twinning trouwens. Ja, yeah, as usual. Same jacket. En we gaan naar Booty Parlor voor nafoto's te maken van onze lippen en van mijn botox. Dit is trouwens de update van mijn botox. Echt mee.
Ja, ik kan dat echt niet meer bewegen. Ja, deze kant gaat wel nog hoger. Kijk. Ja, een beetje, maar echt, dit beweegt gewoon niet. Nee. Ja, dat voelt ook zo alsof je dat niet kunt bewegen. Dat is gek. Allee, dat voelt normaal, maar toch gek. En ja, ik ben benieuwd eigenlijk als we zo verschil gaan zien op de foto's en zo. Catwalk show hier. Kijk hoe mooi. Ik ben altijd zo versteld van hoe mooi het hier is. Hè? En de chandelier. En de bar. Dat kunnen we ook doen, hè, binnenkort. In ons nieuw project. We hebben net gegeten bij de Pai Quotidien. We hebben ons eten helemaal vergeten te filmen, maar het was lekker. Hè? Ja, ondertussen terug thuis van Antwerpen. We zijn ook nog naar kantoor geweest om pakjes en zo te maken. Mijn haar ziet er trouwens zo donker uit vandaag. Of lijkt dat maar. Het komt zo donker over. Maar ik moet het wassen, want het is vettig. Daarom misschien. Ik ben nog naar de winkel geweest, naar de Lidl. Dus ik zal snel laten zien wat ik heb gekocht. Oké, wat heb ik gekocht? IJsbergsla, bananen. Ze zijn nog groen, maar binnen een paar dagen zijn die goed. Komkommertjes, paprika's, avocado's, groene thee, eieren, champignonnetjes, kauwgom. Dit is trouwens kauwgom die ik echt altijd eet. Andere kauwgom wil ik nooit. Lactosevrije brie, maar dat is van de Spar. En die Lea heb ik ook van de Spar. Dat is lactosevrije kaas. Wraps, ook van de Spar, want ik was aan het denken in de Lidl. Ik wil wraps eten deze avond. Dus ik pak zo ingrediënten voor wraps mee. Wat vergeet ik? Wraps. Dus ben ik nog snel langs de Spar gegaan. Dan een slaatje met zalm. Dat wil ik morgen eventueel eten. Ziet er wel goed uit. Maandverbandjes, because dat is ook nodig. Dan kalkoenfilets. Twee courgetten. En een licht meergranen broodje, maar dat steek ik in de diepvries. Dus dat is alles wat ik heb meegebracht. Dan heb ik ook nog van Sony oortjes. Allee, dat heb ik niet van de Lidl of zo meegebracht. Maar dat zijn de nieuwe oortjes van Sony. Zo van die wireless. Dus ik ben heel benieuwd om die te proberen. Ik heb al het oudere model. Dit is een nieuw model. En dan van Antwerp Avenue een nieuw hoesje, zwart. En dan staat erop Boss Babe. Dus die vind ik ook wel echt super tof. Ik heb een maskertje opgedaan van Garnier. Een glaasje wijn. Ik ben net een bad geweest, daarom is mijn haar nat. En ik ben bezig met nog YouTube-video's in te plannen. Dat is de perfect evening, hè? Maar ik zie er raar uit hè, met een masker op. Maar het doet wel goed. Hydraterend. Ik ben mijn vlogs aan het editen en ik ga deze vlog ook hier afsluiten. Sorry als de voorbije vlogs niet heel interessant waren, de laatste twee. Maar met de begrafenis en de begroeting en die dingen had ik niet heel veel zin om te filmen. Of ook niet heel interessante dingen om te filmen. Dus mijn excuses daarvoor, maar ik denk dat jullie dat wel kunnen begrijpen. Ik ga nu afsluiten. Ik ga sowieso de volgende vlog toffer maken. Allee, leukere dingen doen, dus dat is fijn. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Slaap wel!